De Opglabbekenzavel is gelegen tussen het vliegveld van Zwartberg en de Tril van Waterschij, juist ten noorden van het kerkhof van Waterschij. Als jij een prachtig natuurgebied zoals de Opglabbekenzavel in zijn oude glorie wilt herstellen, dan moet je er ook ingrepen doen. Je kunt dat niet zomaar zijn gang laten gaan. De Opglabbekenzavel is 80 hectare, is een van ons mooie natuurgebieden, ook van degenen die we strategisch een stukje als stad kiezen om verder te ontwikkelen. Dus wij zijn er ook eigenaar van als stad Genk. Want er zijn ook heel wat natuurgebieden, eigendom van ANB, van onder andere Natuurpunt ook, die ook heel wat... Allez, ik neem nu bijvoorbeeld de Maten, dat is zo'n voorbeeld waar Natuurpunt het onderhoud ook doet. Wij besteden ongeveer per jaar 180.000 euro uit aan natuurbeheerswerken door externen. Dit is hier ook een voorbeeld van een aannemer die via een openbaar aanbesteding het heeft binnengehaald, het werk heeft binnengehaald. En hier, deze aannemer is voor een goede 25.000 euro gaat die werken uitvoeren. En deze is dat een kappen, een aantal bomen kappen en... ook het terrein klaarmaken, eigenlijk plaggen, om die heide opnieuw te kunnen laten groeien. De beheerswerken hielden in dat eerst de streekvreemde bomen zoals vogelkers en de vliedennen werden gelooid. Nadien werd het gebied machinaal geplacht. Hierbij verwijdert men een dunne laag grond met de hoop dat zich hierop snel nieuwe jonge heideplanten zullen ontwikkelen. De Opglabbekenzavel is ook bekend voor zijn boomstoven. Vorige eeuwen werden eikenbomen zeer kort bij de grond geknot om rijshout en stookhout op een gemakkelijke manier te bekomen. Vandaag zijn die stoven te herkennen door hoopjes bomen die dicht bij elkaar groeien, maar allemaal eenzelfde ondergronds wortelgedeelte hebben. De Opglabbekenzavel is een schitterend wandelgebied waar de zadelsprinkhaan en de nachtzwaluw nog voorkomen.